Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en welkom op Kreta in de palmboomhemel. Hoi, hoi, hoi. Ik vind het echt, nou, ik denk wel een van de mooiste bomen ter wereld. En hier heb je er echt knijters veel van. Het is echt super mooi. En wat ook super mooi is, is dat ik de boys net eventjes heb laten schrikken. Want we hadden afgesproken om 9 uur in de ochtend te ontbijten. Maar gisteren, toen hadden de boys een paar shotjes genomen. En was het best wel laat geworden. Dus blijf ze nog even lekker in bed stinken. En dat snap ik ook wel. Maar ik dacht, ga ik ze wel even wakker maken. En dan gaan Marjan en ik alvast even naar de ontbijtzaal. En dan gaan wij alvast beginnen. En dan komen hun straks wel. Maar ik heb ze wel even wakker gemaakt. Check maar. Wakker worden. Jongens, wat is het nou? 9 uur, jongens. 11 over 9. Ja, je moet uitwakken. Het verbaast me gewoon elke keer weer als ik kijk hoe knijters groot Aquila Hotels is. En je hebt meerdere plekken. Dit is niet de enige. Dit is dan het Aquila Hotel bij Retino Beach. Dat is waar we verblijven. Het gaat helemaal van achter, echt helemaal de zijkant waar wij het huisje hebben, tot helemaal naar die kant waar we gisteren gingen volleyballen. Mocht je nou zoiets hebben van Enzo, wat je doet daar, het programma ook wat je hebt. Superleuk, gave activiteiten, mooie omgeving. Ik zou zeggen, check dan even het linkje in de beschrijving. Er is een kortingscode als je een vakantie boekt hierheen, naar Kreta, naar een van de Aquila Resorts, dan krijg je een korting. Gebruik de kortingscode, check het linkje in de beschrijving. Dan gaan wij nu echt eventjes lekker ontbijten. Ik heb een nieuwe zonnebril op die ik gisteren heb gekocht. Damn! Very good, very nice. Dit is mijn heerlijke ontbijtje. Ik heb een croissantje met jam. Ik heb 2 stukjes meloen. Meloen. En ik heb hier een lekker gekookt eitje. En ik heb, ik weet niet hoe dit is, van die choco dips of zo. En dan met melk. Choco pops. Ik zeg, prima ontbijt, dames en heren. Dames en heren, dit is wel heel erg bijzonder. Ik heb zojuist een pakketje opgehaald hier zo bij de balie. Een knolpower pakketje. Ja, ja. En dat op Kreta. Holy moly. Dat is wel uniek. Ik ga jullie later in deze vlog laten zien wat hierin zit. Maar eerst moet ik eventjes op tijd komen. Ik heb 5 minuten om er te komen. Het is hier een klein stukje verderop, dus dat ga ik makkelijk redden. We gaan namelijk iets heel erg leuks doen met z'n viertjes. De afgelopen 2 uur, dus van de afgelopen 2,5 uur eigenlijk, want we hebben van 9:30 tot nu bijna 12 uur, hebben we met z'n vieren allemaal gewoon gewerkt, op de laptop gezeten. Daarom heb ik ook de rugtas bij me. De laptop heb ik gebruikt om even wat dingetjes te regelen. Want er moet natuurlijk ook gewoon gewerkt worden en andere dingetjes gedaan worden. Los van dat we natuurlijk op vakantie zijn en zoveel mogelijk aan het genieten zijn. Maar wat er nu gaat gebeuren is wel echt superleuk. Dus daarom is het belangrijk ook om te weten dat we de afspraak hebben om 12 uur. Omdat wij een lesje gaan volgen. Yes. Oh, ik zie soms mensen liggen in de zon. En dan denk ik, ik zou er haast wat van zeggen. Omdat ze zijn al zo rood, maar echt zo ongelooflijk verbrand. Dat ik bijna naast ze toe wil lopen en wil zeggen van, misschien is het beter als je even uit de zon gaat. Holy moly. Dat is echt niet goed hoor. Maar goed, hè? Wie ben ik om er wat van te zeggen uiteindelijk? Daar kiezen ze zelf voor, denk ik dan. Tenzij ze in slaap zijn gevallen, dan kan het wel een beetje lullig zijn. Goed, we zijn hier op dit prachtige plekje. Het is echt heel erg druk. Gezellig, mooi om te zien. En als het goed is, ontmoet ik de rest ook hier. Want weet je hoe het werkt? Ik heb mijn laptop zojuist afgeleverd bij de receptie. Want bij de receptie hebben ze echt super snelle uploadsnelheid. In de kamer waar we verblijven, in het huisje, daar hebben we ook wel eens goed internet. Maar niet goed genoeg om bijvoorbeeld 100 gigabyte aan beelden te sturen naar Nederland, naar de editors. Zodat het uiteindelijk weer geüpload kan worden als vlog. Dus daarom heb ik mijn eigen laptop ingeleverd bij de receptie. En hebben Myron, Noël en Thijs de laptop ingeleverd bij het huisje. Dus vandaar dat ik nu even aan het kijken ben. Waar zijn ze? Als het goed is, komen ze hier elk moment. Yes, perfect op tijd. Hey, en ik heb het pakketje. Heel nice. Gewoon knolpower in Griekenland. Wow, joh, dat zei ik ook al. Dat is apart, hè. Oké, okay, dames en heren. It started with the gloves. George. Yeah, this is George. This is the chef kok of the area here. Dan voel je al helemaal de man, hè. Mijn taak is om alles goed op beeld te krijgen. Ja? Dus, ja. Dus mijn taak is filmen, vind ik. En dan laat ik hun de kookles volgen van George. En dan ben ik heel erg... Ik ga eten, ik proef het van jullie. Ja? Ja. Ik ben de cameraman en de proever, de tester. Ik zet mijn leven op het spel, ja? Step first. My favorite. So I'll leave it to you. Yes. Yes? You need me to cut it in small pieces? No, we will just cut it like this. Like this. Cut it, yes.
Oké? Okay? Ja. Wat heb je daar weer gedaan? Het is gewoon lekker om tussendoor even lekker te snacken. Ah, oké. Okay. Een stukje? Ja hoor. Oh, lekker. Oh, krijgt de cameraman dan ook? Jawel. Kuntje? Lekker. It's good, tasty. Oké, okay, oké. Okay. Let's go. Yes, 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 yes. More? A little bit more, a little bit more. Pas je op voor je vingers? Excellent. Jij maakt een potlood. Kijk. En nu kan je notities maken van ingrediënten. Ja. Let's leave it here. Oké? Okay. A piece of salt. Yes, yes, yes. Het ligt in je hand ook. Leave it aside for 2-3 minutes. Oké, okay, so it will take the water out. Your turn. What do I have to do? Put it on your head. This is 1 kilo of yogurt. Okay. So we will use the half of this okay. into the bowl. Excellent. A bit of salt. Like this? Yes, no, yes, it was okay. White pepper. My favorite. I love it. I like love this? It. No, it's okay. Vinegar. This is vinegar from rosé wine. So it will help all the taste to boost up. Sterk, ja. Sterk. Oeh, heel sterk, ja. Oeh, ja, mag je eens ruiken? Ja, mag gewoon ruiken. Ik ruik naar azijn. Zo! Ja, is yes. Very strong. Strong, yeah, strong. It's strong. Oké, okay, how much? One spoon. Oké. Okay. Perfect. Garlic. Noel, garlic. Garlic? The garlic. Then garlic. One full. Full. Full, yes. Very full. Whoa! So much garlic. That's a lot. Yes, yes, wow. Yes. Wow. This is fresh young garlic. It's not so strong. It's a little bit more sweet. Ah, okay. Olive oil. Mustard. Yeah. Okay. Yeah. The number one Cretan product. Yeah. Stir it up, please, for me. Wow, dit is de meest. Ik wou net zeggen, ik heb Noël nog nooit iets zien doen wat betreft koken ofzo. Ik zie passie in here. Ja, ik zie ook passie. Ja. That's good. Great, great, great. Yeah, okay. Now we will add the cucumber. This. Turn it like this and take it out with a spoon. Ja, super. Hij is echt zo'n chefkok. Hij kan dat wel hoor. Zo. Yeah. Slagroom so good. Lekker. So I think I found a new team. Yes. Sure. We stir it a little bit more. Hey, this is an option. Lekker bro. Ja, ja. Zorg dat die onderkantje ook mee pakt. Want als ik soms. Heel There we go, George. So what we have here from the help of my sous chefs, my friend with the cucumber, all the water is out, so we have perfect tzatziki. So, we are ready. Yeah. Would you like to try it? Yeah, to try. Yeah, yeah, I'm the tester. Welcome. Hoppa. Oh, dat is zo fijn. More olive oil. Wow. Wow, look at that. So simple, so perfect. Wow. Simplicity. It's nice, hè? Hey, dank jullie wel. Dank jullie wel. Zo fijn. Do you have a spoon for me? Of course, yeah. Now that you have tzatziki, oh. 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 Now yo. We teach you how to make correct gyros. Because you all have to pass this test. Yeah. Listen, what you will do? You have to take this paper, take the bread on it, put a little bit of gyros, because there's no reason to have tzatziki if you don't have spita and gyro. But you all have to do this in order to be able to make this at home. It looks easy, but it's not. Okay. They will all make it the same time. Wow. Let's see who's going to manage. Oh, it's like Okay, dit is leuk, dames en heren. Nu gaan we gyros maken. Dit hebben we al 2 keer gegeten. Super lekker. Oh, echt perfect. En we gaan dus vandaag voor de 3de keer... Oh nee, gisteravond hebben we dit ook gegeten. Oei, oh, we hebben het al 3 keer gegeten. En we gaan nu voor de 4de keer eten. En nu gaat George laten zien hoe het moet. Oké. Oeh, lekker heet. Ja? Het is een lekker pannenkoekje. Hoppa. Zo, tzatziki. Het eerste wat je dus doet. De time started. Zullen we gewoon maken hoe we denken dat het moet? Beetje veel. Zo. Oké, dus het eerste wat je doet is tzatziki erop. Tweede stap. 3 slices of tomato. Wojo, wojo, iedereen pakt die tomaatje snel, snel. Heb je hem ook verkeerd omgedaan, hè? Dat is heel slecht. Ja, daar kan je niet tegen. Ik had er 3 verschillen. Ja, die is niet fijn, maar hij heeft dat ook gedaan. Kijk hoe jij dat deed. Hier was time. Oh, ik heb geen fijn.
alle vleespakken. Maar weet je wat het wel is? Je moet het nog wel kunnen happen, hè? Ja, dus... ik doe dus niet zoveel. Dat is mijn tactiek. Ik vind het gewoon lekker met de smaak. She is the faster, yes, the fastest. She is the winner. Yes, 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 yes. Kijk dan met dat vingertje. And we miss the onion. Yes, that's true. Je moet het goede vlees pakken. But it can be without. Kijk, uitje. Kijk hoe hij dat doet. Kijk dan al die chef. Yes. Die wil ik ook kunnen. Ja, te weinig. Ja, maar jij kan al zo goed snijden. Ja, ja, oké. Okay. Kijk, en nu denk je, eigenlijk ben ik er ook wel goed. Because they are strong. Goeie, goeie. Wow. Je hebt het echt mooi gemaakt. Jij wel, hè? Terwijl zij ruzie maken, ben jij al klaar, hè? Now this is the hard part. Wow. Kijk, this corner. Oh, is this a special Greek trick? You close like this. You hold this. Yes, I got it. You keep it like this and you bring the big corner on top. En dan heb je een zak patat. Traditional Greek gyros with tzatziki and no potatoes. Ja, gaat het goed allemaal? He's ready. Wow, Noel. Ja, je hebt wel heel mooi. Look at this. Look at this. Noel. Wow. Look at this. Damn. Also very good. Make like this under. Yeah, yeah, yeah. Perfect. Nice. Jullie zijn echt goed. Also very good. Thank you. It's not open. Also very good. So all these gyros are ready to serve. Yeah. Okay, on 1, 2, 3 gyros. 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 Ik ga maar proeven hoor. En dan Enzo alles proeven en dan kijken wat de beste is. Nee. Thijs die denkt, kom niet aan mijn gyros. There is no potatoes, it's light, it's from corn. Ah, it's from mais, corn. Mais, yes. Ah, vandaar dat het zo geel is. Het is dus een maisbroodje. Ja, dat is echt fijn. Terwijl, kijk, dat is dus gek hè. Ik vind mais, vind ik serieus gewoon maiskorf, zeg maar zo eten, vind ik echt helemaal niet lekker. Maar zo'n maisbroodje vind ik echt helemaal de shit. Please give me this recipe for the pita. For the pita? Yes, I'll give you. Can I take that one, George? Of course, of course. Not my friend. Hoe ik het dan zou doen, dat is serieus zonder grap. Want ik ben echt serieus verliefd op de tzatziki saus. Dat vind ik echt serieus de beste saus ter wereld. Dus wat ik zou doen, serieus. Extra. Yes. Wow. Smikkelbeer. Dit is wat ik zou doen. Serieus. Zoveel. Ja, serieus. Grote jongen. Ken je dat zeg maar in Nederland, hoe heet dat ook weer? Dat brood? Tortilla. Zo'n broodje, neem zo'n hap en dan komt altijd die room eruit. Tompoes. Nee, geen tompoes. Je hebt toch zo'n... taco. Ja, yeah, it looks like taco. Yeah. Ja, dit lijkt wel een beetje op taco. Ja. Daar heb je gelijk in, maar dat is niet wat ik bedoel. Een toetje of een hoofdgerecht. Nee, het is een broodje. Bij de supermarkt kun je het ook halen. Yeah. Hey, shout-out studenten. Dat is zo'n lekker broodje. Ja. En dan neem je zo'n hap en komt dat room komt er zo uit. Puddingbroodje. Tuurlijk. Is dat wat ik bedoel? Zoveel room als dat erin zit, zoveel tzatziki heb ik. Ja. Fijn aan mijn eigen broodje. Dit is hoe ik het lekkerst vind. Nice, nou, smikkelen. Nice, fresh. Ja, yeah, the garlic to wake up your body cells. Leuk jongens. Ja, echt heel nice. Ik vind dat jullie het goed hebben gedaan. Yes, ik wil alleen het recept van de pita en dan ga ik dit thuis ook maken. Goeie keuze. Oh, dat is ook weer voordelig voor mij. Precies. Fijn. Dames en heren, nu we de gyros in ons maagje hebben, kunnen wij weer eventjes wat gaan ondernemen. Dus wat we nu gaan doen is het volgende. Dames en heren, aanschouw. Dames en heren, aanschouw mijn pakketje. Ik heb hier van Knolpower, dankjewel, helemaal vanuit Nederland, dit pakketje gekregen. Dat is niet de bedoeling dat je dat laat zien, schat. Dat is niet de bedoeling. Dat was perfect. Hij zwaaide ook nog even. Wat zit hierin? Dit is heel erg nice. Oeh, meerdere dingen. Xiaomi. Dat was Thijs. Thijs, doe nou eens normaal. Ik doe helemaal niks. Dat was wel heel goed ABN van jou. Ja, bedankt man. Het is voor mij ook mogelijk om gewoon zonder Brabants accent te praten in deze vlog. Maar niet vlog. Mijn ding. Vlog. Dat was absoluut vlog. Niet ABN. Vlog. Vlog. Nee. Vlog. 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 Juist, nu heb je hem. Vlog. Dat is makkelijker. Ja, fijne vlog. Ja, dit is weer een nieuwe vlog vandaag. Oh, er gebeurt hier iets. Oeh. Oh! Er gebeurt al iets. Dat komt door de hitte. Ja, dat is mooi. Met zomervakantie. Dat is mooi. De zomervakantie, hè, komt eraan. We gaan leuke dingen doen. Dus, wat hebben we hier allemaal, dames en heren? We hebben hier een pakketje met verschillende... Oh, kijk dan. Wat gebeurt hier? Oh nee! Verkleurd allemaal, dames en heren. Omdat het vorig jaar zo'n mega succes was, hebben we de gekleurde zwembroeken aangevuld. Dus die zijn allemaal weer... Wow, look at this. Ja, en de reden waarom het verkleurd
komt dus door de hitte. Wow, ik deed mijn duim erop, kijk. Ja, dat komt dus. Ja, nu kan je zo'n mooi printje ervan maken. Kijk, dat heb ik ook. Echt leuk. Dus deze zijn allemaal weer aangevuld, dames en heren. We hebben hier de paarse en de roze. Hè? Dat is. Wow. Hangt er dus vanaf. We hebben hier ook de gele, oftewel de oranje. Hangt er ook vanaf. Oké. En we hebben hier de blauwe, oftewel de. Mintgroene. Kleur is dat? Kijk, nu wordt het koud. Van blauw of groen? Blauw of groen. Voilà. Kijk eens even. Dus drie soorten zwembroeken. En daarbij hebben we ook. En we hebben geen pomp. Dus dit wordt wel even een beetje blazen. Dus boys, ik heb jullie hulp nodig. Oeh, ik denk dat we het anders gaan doen. Want we hebben drie items. We hebben een noedel. Dat is een lange. We hebben een zwemband. Dat kennen we allemaal al. Dat doe je om je middel. Of dan ga je lekker in dobberen. Ja. En we hebben het luchtbed. Yes. Nou, nu weten we dat de noedel is het makkelijkst. Daarna de band en daarna het luchtbed. Dus ja, wie is de klos? Daar gaan we achter komen. Dus ik denk dat Myron, die houdt twee items achter. Drie items achter de hand. En dan moet ze kiezen. Dan... Oké, okay, is goed. Nee, we doen het anders. Ik heb een leuk idee. We doen het anders. Myron heeft nou een leuk idee. Jullie gaan even naar binnen. Ik verstop ze alle drie. En dan lopen jullie naar buiten. En dan pakken jullie de eerste die jullie vinden. Verstoppertje, dat is leuk. Ja, zo. Kom op. Hey, laten we naar binnen gaan, jongens. We gaan naar binnen. Oké, tot zo. Ik heb toch nog even in de tussentijd. Gordijnen, niet kijken. Jongens, super tof. Nieuw product, hè? Ja. Ik weet ook niet wat ik heb gezegd. Ik dacht, shit, ik loop vast. Alsof we meeting hebben. Oh ja, het is wel zo, dames en heren. Nieuwe producten, ja. Maar hoe jij het zei, was net alsof we een meeting in gingen. Ja. We hebben nu producten op de markt. Hoe gaan we deze promoten? Ja. Dat is een goede vraag. Wat is de strategie van dit jaar? Bang! Oh. Ik denk dat de strategie aanklopt. Ja. Hey, mooi hoor. Goeie. Oké, we moeten wel tegelijk allemaal zeggen. Ja. Zijn we klaar? Ja. Yes. Die kijkt. Oké. Let's go. Zoeken. Oh, yes. Oeh. Nee. Ik heb het luchtbed. Kom op. Hier lacht hij, hè, die van Thijs. Echt? Die gooide dit omver en lacht hij. Hé, hey, maar nu is het wel zo dat wat je opblaast mag je gebruiken deze week. Yes, het luchtbed. Nee, maar oké, hier ben ik wel serieus lang mee bezig. Dus ik had gehoopt dat iemand anders me zou krijgen. Maar goed, helaas, is niet gelukt. Oh, wel leuk idee. Wel leuk idee, inderdaad. Oh, komt zo. Er een fluit bij. Wie hem als eerst opgeblazen heeft, hij ik raak van mijn eigen. Over Brabant gesproken. Ik ben dadelijk van mijn eigen. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik ook niet. Helemaal ook. En dadelijk van mijn eigen. Zeg maar nog eens. Helemaal van mijn eigen. Eigen. Helemaal van mijn eigen. Eigen. Kan dat niet. Zo, nou heb ik gewonnen hoor. Ja, ik heb ook meerdere. Kijk, ik heb twee. Zo. Nou, Noël, spring er eens in met die noedel. Leuk stukje hoor. Fijn hè? Hey, joh. Wat gebeurt hier? Knolpower, Noël. Knolpower. Nou, volgende die erin springt. Titiliti. Wie laatst in het zwembad is een Benny. Ja, ik heb de hoofdkus heb ik net opgeblazen. Nou, spring erin dan. Hij is wel mooi. Woe! Hey, andersom hè. Moet ja, zo. En dan erin liggen. Nee, ook met je voeten erin. Hij doet zo moeilijk. Ja, ik doe het meestal zo. Oh ja, nee, dat snap ik. Dan kan je met de andere been kan je doen. Oh ja. Kijk, als jullie deze halen, jongens, één been. Maar dan wordt ook één been bruin. Ja. Vind je het leuk, jongens? Ja. Ja? Ja, dit duurt nog wel even. Ja, dit duurt ook nog wel even, ja. Bijna. Oh, hij is vol. Top. Nou, shirt uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Schoen. Dan ga ik wel even een andere zwembroek aan doen. Oh ja, dat kan ook, hè? In de mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ik wil graag deze paars. Hoppakee. Hoppa. Wow, dat is zo satisfying dat het dan weer helemaal roze wordt. Dat is ziek, hè? Ja. Heb je het koud, maatje? Ik ben aan het opdrogen. Hey.
Hè? Oh, daar gaan we. En dan nu is de kunst om erin te gaan zonder nat te worden. Oh, oké. Okay. Zwembroekje mag niet nat, oké? Nee. Moet iemand hem even voor je vasthouden? Nee, komt goed. Oh. Nee, dit... Oh, yes, baby! Hoppa! Oh. Oh, nice. Niet nat geworden, hè? Oh. Oh, die maakt ons wat. En wat was dat? Een band. Zo, dit is best wel fijn hoor. Wel, gooi maar op. Hou de dingen in de lucht. Ach, goeie joh. En dan raak je erin. Ja? Ja, ja. Hij moet. Dat geluid ook wat joh. Hij moet iets harder, denk ik, die noedel. Opnieuw. Nog even oefenen. Oké, komt er maar dan wel. Oh! Ah, fuck. Gaat-ie? Gaat-ie? Nee, hij komt zo op tegen de grond. Je moet nooit hier duiken ook gewoon. Ja, maar ik moest er doorheen. Ja. Oh, ik heb zoveel hoofdpijn. Oh, ik deed mijn tong. Oh, gaat-ie? Okay. Oh, jee. Ja, dit was niet chill. Ik zag het ook gewoon gebeuren. Ik ging helemaal dubbel, hè? Oh, waarom sprong ik er ook doorheen? Ja, ja, jij weet hoe kut het is om door zo'n band heen te duiken. Ja, maar dit hier heb ik een trauma aan overgehouden. Ja. Ik heb nou ook een trauma aan denk ik. Nee, maar dit is 1,15 meter. Je mag je ook niet duiken. Oh, maar wel, oh mijn nek ook. Ja, dan... oh. Ja, kijk uit. Maar je vraagt, duik door dat ding, dan doe ik dat. Oh, nee. Echt zo, sorry dat ik lachte, maar dat was maar gewoon heel dom. Het is toch ook grappig? Laten we eerlijk zijn, het is grappig. Doet wel pijn. Ik ging ook niet recht naar beneden. Ja, maar weet je wat? Ja, maar hoe kan je er anders door duiken? Met je benen eerst. Nee, maar kijk, wacht. Ik zal even laten zien, ja. Het is sowieso een feit, inderdaad. En ik had ook niet zo moeten zeggen dan. Thijs duiken doorheen. Maar het is 1,15 meter. Er staat op een bordje dat je niet mag duiken. Daarom staat er ook, je mag niet duiken, omdat het zo ondiep is. Ja. Want mensen die duiken heel vaak dus zeg maar recht naar beneden. Ja. Maar je kan ook duiken, waardoor je gewoon heel erg recht gaat. Kan, ja. Je kan, maar dat moet je, ja, ik dacht jij kan dat. Oh, nu ga je eventjes laten zien hoe het wel moest. Ja, dit is ook voor mijn trouw natuurlijk, maar ja, dat is voor Thijs. Dus je kan ook gewoon recht naar voren duiken. Zie je, dan kom je heel snel boven. En nog een keer proberen. Feit, ik kom wel te laat, hè. Gaat het wel? Ja, het gaat wel. Maar, het is toch grappig, kijk. Sorry, ik heb wel echt, ik zeg je eerlijk, ik klap er echt hard tegen. Ja. Ik ben echt bang dat ik het verpest. Ik ben echt bang dat ik iets verpest heb. Ja, dan ga ik wachten. Ja, nu al beter. Maar. Ik denk wel dat dit een mooie boodschap is en een mooi moment om even jouw moment te pakken en te vertellen waarom je niet moet duiken in ondiep water. Jongens, even een kleine... ik wil je iets even... Zo. Kijk helemaal vanaf. Dat is dus waarom je niet moet duiken. Even kijken, Nederlands ben ik, hè? Zo. Dat heb ik nooit. Oké, okay, nou jongens, ik kan hier gelijk op inhaken. Waarom je niet moet duiken in een ondiep water. Helemaal weg, kijk, je hoort het. Dit is eigenlijk al de reden waarom. Maar er staat 1,15 meter, er staat, je mag niet duiken. En er staat natuurlijk voor een reden. Kijk, ik had vroeger ook altijd, ik denk, waar, je mag daar niet in duiken, ik doe dat gewoon. Ik heb het nu weer gedaan, op 24-jarige leeftijd. En ik barstte met mijn hoofd tegen de steen aan. Ik heb last van mijn schedel, last van mijn nek, net op mijn tong gebeten. Jongens, doe het gewoon niet. Er staat voor een reden, niet mag duiken. Ik ben dan ook zo slim om het niet te doen. Kijk, mijn bedoeling was natuurlijk niet om op de grond te duiken, maar de bijnaam Benny heb ik natuurlijk mijn reden gekregen. Maar jongens, als het staat niet duiken, doe dat niet, want ik heb mijn dag nu verpest. Nee, het komt allemaal goed, maar jongens, wel pijn, dus let alsjeblieft op. De zomer komt eraan, jullie gaan ook allemaal duiken. Denk even na. Hé, we gaan deze week ook nog duiken. Ja, zin in. Je wordt veel klaar van mij, want het zit heel veel dicht. Nee, maar het is ah, je bent gewoon... Ik ben gewoon onhandig. Ik kreeg gewoon die flashback van de glijbaan. Zo. Ja, ja. Ja. Nee, maar, oh die. Nee, maar dat deed geen pijn. Ja, dat deed wel pijn, maar dat is echt... Dit is echt keer 10. Het is wel gewoon echt serieus een feit. Ik vind het wel heel goed. Nee, even serieus. Ik vind het wel echt... Het is wel een serieus boodschap. Ja. Want en? Ik ging ook altijd duiken in ondiep water en bij mij ging het altijd goed. Maar er zijn ook mensen die gewoon serieus trauma of gewoon serieuze letsel aan over hebben. Ja, zeker weten. Nee, okay. Ja. Dus dat is de reden waarom je dat gewoon nooit moet doen. En ja, ze zeggen dan natuurlijk altijd wel eigen risico. Maar ja, het hele leven bestaat uit eigen risico vaak.
kan altijd fout gaan. Ja. Ja, dat is niet altijd in de hand. Maar goed, ik ben blij dat, dat je gewoon zo staat. Bent. Ja. En heb je ook een advies voor Enzo als je zo aan zijn schouders kijkt? Oh. Ja. Hoezo? Nee, knop houden rood, hè. Ja, ik denk dat ik even moet gaan insmeren. Dat denk ik ook, ja. Ja, we gaan later vandaag ook nog even met de kwad een stukje toeren. Ja. Dus dan misschien een beter t-shirt aan. Klopt. Ik ging gisteren gewoon te fanatiek met de olie. Niet normaal. Nee, maar dit komt gewoon van nu. Dat echt? Denk ik ook, ja. Van vandaag. Serieus? Ja. Zo snel. Ja. Vanochtend was je... Je hebt nog helemaal niet ingesmeerd, hè. Je moet meteen insmeren. Maar ik heb net mijn shirt uit. Ja, maar je staat wel in het water en dat er weer kaatst, hè. Ja, dat is wel waar, ja. En ik wil nog even één ding zeggen. Het lag echt niet aan die knolpauwproducten. Het was echt mijn eigen fout. Ja, dat moet ik toch wel even gezegd hebben. Maar weet je waarom? Dit was een hype moment. Want je sloeg deed wel iets wat onmogelijk is. Het was hype. Ja. Jij deed iets wat onmogelijk is. Ja, man. Jij sloeg hem namelijk door die dat moment zijn we gewoon even vergeten, hè? Oh ja, dat deed ik nog. Maar als er dan zo'n hype moment komt, dan vergeet je echt van, oh, je zit zo niet flow. Hé, laat gewoon door de gat duiken. Ja. Dan vergeet je dat 1,50 meter. Zo net hebben we gyros gegeten. Oh, dat weet ik niet. Hoe lang zijn we hier al? Thijs, aangenaam. Ja, zo. Je werkt al 9 jaar voor mij. Ja. Je bent mijn beste vriend. Ja, dat weet ik wel. We hebben elkaar spiegel gezien. Oh ja, dat weet ik nog wel. Nee, zonder gekheid op een stokje. Het was wel echt gewoon een bijzonder moment in de vlog weer. Ja. Eentje om, ik wou zeggen eentje om niet te vergeten, maar Thijs is het al vergeten. Dus, insmeren. Nog liefhebbers voor de andere onderbroeken? Ja. Zwembroeken? Ja, zeker. Oh, je hebt zwembroeken. Ik ga niet meer, ik ga me insmeren. Ik ook. Jezus, zo fijn meteen. Oh, lekker schat. Maar is het me even helemaal in te smeren? Goed hè? Ja, het is... Oh! Oh, auw! Oh, ik heb gevoelige huid. Oh ja. Ja, dat is zo. Ik heb wel echt een goede tip voor moeders. Dat had ik op TikTok gezien, had ik jou verteld. Wow, ik wil in dit. Had ik jou verteld om met die kwast. Een goede tip voor moeders. Dat had jij ook nog wil. Wow, dat is een hele goede tip. Ja, ja. Vertel. Ja, jij mag wel vertellen. Thijs, laat die dingen met rust. Even uitrusten jij. Ik kan er niet doorheen springen. Nee. Dit was die torrie. Oh, Thijs, je kan er alsnog doorheen. Ja, lekker dingen inderdaad. Wow, joh. Rustig aan, hè, maatje. Gaat je. Ja, ik kan niet. Je hebt je haar omhoog, dat vraag ik al 100 keer. Ik sta strak. Maar nu kan je vertellen wat het idee is. Want als ik dit doe, dit vinden kinderen meestal heel vervelend, toch? Als meestal word je dus zeg, kijk, ik word ingesmeerd door mijn vriendin. En als je wat jonger bent, dan word je meestal ingesmeerd door je moeder, door je vader. En, oh, dit is zo naar ook wat je doet. Oh, waarom doe je dat nog langer? Dus als je dan ingesmeerd wordt in je gezicht en je vindt dat helemaal niet fijn. Wat dus blijkbaar een hele goede tip is, dat is wat Marion zei, is je hebt een kwastje en daar spuit je dus de zonnebrandcreme op. En dan met het kwastje ga je zo over dat kind van het gezicht. Ja, gewoon net of over het gezicht van het kind. Dat je foundation op doet bijvoorbeeld. Dat vindt het kind ook heel lekker voelen. Want de kwastje is gewoon heel zacht. Dan kan je makkelijker dat doen. Dus dan kan je met een kwastje kan je zo je kind insmeren. Ja, dat is toch chill. Dat is wel een tip voor de moeders en vaders. Zeker. Wil jij misschien maar rug insmeren? Ja, is goed. Ik heel even... Moet dat nu of kan ik ja, heel even... nu graag. Dames en heren, ik ga heel even insmeren. Dus dat terug. Zo, we hebben even heerlijk gezond bij het huisje. Super relaxed. Schoudertjes dus een klein beetje rood. Maar gaat vast goed komen. We gaan nu heerlijk eventjes relaxen. En dit is niet iets wat we vaak doen. Dus daarom denk ik dat we er echt extra van gaan genieten. Er zijn mensen die wel vaker naar de wellness gaan. Of naar de spa of een massage nemen. Maar Mario en ik doen dat in Nederland eigenlijk nooit. En als we op vakantie zijn, heel af en toe. En nu komt het eigenlijk perfect uit. Want Marion die had gevraagd, is het mogelijk dat we straks gemasseerd kunnen worden? En toen kregen we een telefoontje. Het is mogelijk, het gaat vanaf 3 uur open. Dus als je wil, dan kan je komen. En ik zie de boys daar. Aseba! Ze zien er weer helemaal fit uit, alles hé. Wauw. Ja, ik heb echt genoten. Ja, heb je genoten? Hij zit nog wel een beetje vast, maar hij is wel beter dan... Beter dan eerst. Want hoe goed kwam dit uit na je akkefietje met echt, zwembad? Ja, dit is wel kwam wel perfect uit voor even. Ja. Dat was echt goed. En ze hebben alleen een rug en nek gedaan, want je hebt 25 minuten. Maar ja, was wel echt ideaal. Ah, beter. Relaxing. Nice. Hele goeie. Dus nu is de beurt aan mij en Marvin. Yeah, ja. Om eventjes te gaan genieten en even lekkere massage te nemen. Oh, daar kan ik zo van genieten altijd. En daarna gaan we op avontuur, dus dan hebben we wat meer actie in de vlog. Maar dit is wel echt even een genietmomentje hoor. Van de schaal 1 op 10, wat voor cijfer geef je de massage? Die van mij eerlijk, 3-4. Huh? Yes, wat is gebeurd? Oh. Dus, wat is gebeurd? Ja, je moet afschieten. Je merkt het. Nee. Wat? Oké, tot zo.
Je hebt er zin in, hè? We moeten deze hal even uitlopen en dan komen we in het Walhalla, dames en heren. Even lekker dat nekje los, even die rug los. Check hoe deze ruimte eruit ziet trouwens. Volgens mij is dit zo'n bad waar je alleen mag chillen als je een massage hebt genomen of als je iets hebt gedaan bij de wellness. Zodat je hier heerlijk even tot rust kan komen. Kijk, hier heb je de kleine gym. Dus dan kan je even een workout knallen. Ja, het is een fijne ruimte dit hoor. Heerlijk. Sowieso zo'n massage zorgt gewoon helemaal voor die rust. Omdat ze hebben meestal zo'n soort van kaarsje, of hoe noem je dat, zo'n geurstokje aan. En dan van die rustgevende muziek die je zelf eigenlijk nooit opzet, maar dan wel echt volop van kan genieten. Dan droom je helemaal weg, weet je wel. Heerlijk. We hebben nu een hele lijst. Wanneer je op vakantie bent, dan geniet ik van touring en activities. Next. My daily skin care routine. Anders. Oh, kijk, dit is wel handig. Medical history. Dat je helemaal gezond bent en zo. Dat je geen bloedvaten hebt die niet goed zijn of zo. Of zoiets. Dit is ook echt een hele belangrijke vraag. Voor je behandeling, wat wil je het liefst hebben? Mild, moderate, intense of deep? Oeh, wat heb jij gedaan? Ik ken haar nog niet. Maar hier. Oh, jij vult het in op je telefoon? Ja. Oh, hè, wat? Ik krijg gewoon een tablet. Ja, ik denk deep. Wat is deep? Dat is het hardst. Van hart, ja. Wajo. Ik denk dat ik dan intens doe, eerlijk gezegd. Stel voor het is in één keer te hard of zo, kan je altijd zeggen denk ik. Dan begrijpt ze het wel. Hallo? Hallo, hallo. Het is een beetje stil hier. We zijn klaar met de massage. Oh ja, we hebben geen pasje bij ons. Nee. Dus we moeten wel open doen. Oké, we hebben een massage gehad, dames en heren. Nou, dat was nice. Ik was gewoon aan het einde heel even een beetje in slaap gevallen. Zo nice was het. Het was heel relaxing. Het was echt serieus heel relaxing. Maar echt nice. Oké, we gaan even de spulletjes bij elkaar pakken. En dan gaan we nog even lekker op avontuur. Als de boys open doen in ieder geval. Ik hoor nog steeds niks. Yo, boys! Noël, Thijs! Yo, yo, yo! Oh, yo, gek. Oh, yo. Zo, ik schrok in één keer, gek. Yo, wat? Wow, yo, yo. Ja, lekker man. Lekker, dankjewel, dankjewel. Hey, jij ook hier. Hey, maatje. Chill. Chillen hoor. Lekker, hè? Let's go. Dames en heren, wat gaan we doen? Yeah. Je ziet het. We gaan quad rijden. Super veel zin in. We hebben allemaal een eigen quad. En deze quad ziet er echt super lijp uit. 4x4 quads. Hartstikke mooi. Helemaal dik. We zijn er klaar voor. Ready to butt, man. Yes, Byron. Go. Noël? Ready to gas. Ready to gas? Nice. Je hebt een mooi vlaggetje bij je. Dus dan kunnen we allemaal zien dat jij het bent. Nee, dat is zodat iedereen kan zien dat het rental quads zijn. En dat, dat er misschien onervaren mensen tussen zitten. Dus dan kunnen mensen die hier wonen rekening houden met de toeristen die op de quads een rondje gaan rijden. En we gaan naar een prachtige berg. Gaan we helemaal omhoog. Super mooi uitzicht. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er super veel zin in. Ik heb me helemaal van top tot teen natuurlijk weer ingesmeerd. Want de zon is echt niet normaal lekker. Maar je kan het dus ook door verbranden. Ik doe de camera in de tas. Gaan we over naar de kleine cameraatjes. Dus ja, we gaan ervan genieten. Zin in. Hoppa. Kijk, nu start hij op, dames en heren. Ja. En dan moet je de rem inhouden, deze rechter. En dan op het groene knopje. Oh. Hoppa. You want to hear the horn? Yes. Nice. By the way, er staat daar een hele vette dikke John Deere. Chandeer, dames en heren. Oh, dat is een holler. 1950 of een 1950, ik weet geen eens hoe je het zegt. Maar we gaan even een rondje rijden om te laten zien dat we kunnen rijden. Altijd even standaard procedure. Yay! Aseba! Wauw, dit is de eerste stop en we zijn op zich helemaal nog niet per se heel erg lang aan het rijden. Ja, het is wel echt super mooi, hè? Dit nu al gewoon. Hè? Het was maar een klein stukje rijden. Misschien 10 minuutjes of zo. En kijk dan waar je bent. Hoi, hoi, hoi. Mamma mia. Are there snakes? Oké, okay, wow. Geen snakes. Oké, okay. Snake. Dus ik kan hier gewoon rustig lopen. Oké, geen probleem. Hoppa. Kijk dit plaatje.
Heel mooi. Kijk dat huis daar ook, hè? Echt sick. Ja, en het blijft gewoon zo bijzonder, maar nog steeds op de dag van vandaag ligt daar helemaal in de verte gewoon sneeuw op die berg. Hoe bizar is dat? Is het de herb? Smell it. Wat is de name of oregano? Oregano. Ah, oh, oregano. Oregano ruikt lekker. Ja. Oregano. Oké, 3, 2, 1. Giros! We houden van Giros. Thijs, hoe blij ben jij dat ik gisteren een nieuwe bril heb gekocht en 2 brillen bij me had? Bless you, man. Ik was gewoon vergeten. Zo doen we een quadra en ik denk niet eens aan van, ik moet een bril doen. Terwijl ik al zo vaak heb gedaan. Weet je wat het wel is? Het lijkt net alsof je naar Mars gaat. Ja? Yeah? Alsof je een astronauthoofd hebt nu. Ik wil even in jouw zonnebril kijken. Ja, klopt. Maar man. Klopt. En het wel lijkt alsof hij pizza's gaat bezorgen. Ja! 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 Dat is wel echt zo, ja. Alsof je pizzaatje gaat bezorgen. Kom op. Lekker. Okay, let's go. And nice. Wat een service, dames en heren. Dit is de tweede stop. En we krijgen een ijskoud flesje water. Ontzettend fijn. En wat we nog meer krijgen is dit fantastische uitzicht. Dit is tot nu toe het mooiste uitzicht wat we ooit hebben gehad op Kreta. Eerlijk? Ja. Is toch? 100%. Ja, dit is echt niet normaal. Dit is echt. I just told my viewers, this is the most beautiful view we've had here on Crete. It gave me a lot, but it is. Yes, yeah. Really nice. Kijk dan. Oh, ja, jullie dachten, wanneer laat hij het nou zien? Yeah. Maar hier is het. Yeah, yeah. Het is echt niet normaal. Yeah. Echt niet normaal. Nu nog even zonder mijn lelijke kop erop. Kijk. Hoppakee. Echt fijn, hè? Ook gewoon dat water daar beneden, hè? Zo fijn. Dat is echt niet normaal. Mooie wegen ook. Ze rijdt ook lekker door. Dat is ook echt heel erg nice. Maar het is zo, zo bizar dit. Niet normaal. En wat ook echt ontzettend fijn is, is dat ze rijdt gewoon lekker door. Ja. En shout-out naar Mario, want zij rijdt ook gewoon lekker met de boys mee. Ja. Ja. Het is echt, echt heel erg nice. Dus het kan niet beter, dames en heren. En de tour duurt ook nog eens 3 uurtjes. Wat een leven. Ik denk dat dat echt zo is als je zo goed doorrijdt. Want zij test natuurlijk gewoon een beetje wat voor groep ze heeft. Ja, dus de gemiddelde of misschien de maximale is 3 uur. Wij rijden gewoon lekker door. Ze zei ook hoe harder jullie rijden, hoe dichter bij jullie mij zijn, hoe harder ik ga. Wel tot op een punt dat het nog steeds veilig is natuurlijk, zei ze erbij. Maar we voelen ons helemaal op ons gemakkie. Dames en heren, wederom super goede service. We krijgen een lekker banaantje en we hebben een muesli reep gekregen. En we zijn nu hier aan het chillen in de schaduw bij een prachtige mooie monastery. En een monastery is, als ik het goed heb, een kerk. Even vragen aan Thijs. Thijs, ik heb heel even je Engelse woordenschat nodig. Okay, ik ben benieuwd. Een monastery, dat is een kerk. Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen, maar ik volgens mij wel, ja. Ja toch? Ja. Een monastery is toch een kerk? Klooster. Oh, kijk, zie je? Dat is dus een verschil. Toch? Yeah. So, this is not a church, but a monastery. There is church inside. Ah, there's a church inside, yes. And, but the surrounding is a monastery. Yes. Ah, oké, okay, dus de buitenkant is een klooster en in het midden staat een kerk. Dat is hoe het gaat. Klooster. Hey. Dat deed ik niet, hè? Wil je dat niet meer doen? Nee, dat deed ik niet. Dat vond je fijn. Nee, dat deed ik niet. Dankjewel. Nee, mooi. Oké, okay, so far so good, dames en heren. Knallen die droom er even de lucht in. Gaan we even kijken of daar een mooie kerk achter de muren schuilt. Wauw, kijk hoe dit eruit ziet. Wow, dikke plas met water. Hoppa! Hoe vonden we het? Zo dik. Echt zo dik. Man, dit was wel een leuk ritje dit. Ja, mooi shit. Ja, dit was echt top. Wow, heb je jezelf al gezien? Ja. Nee. Holy shit, bij jou Black is het Bird, echt het erg. Ja, ik heb de hele tijd achteraan gereden natuurlijk. Wow, jouw baard zit helemaal vol. Ziek hè? Niet normaal, zit er helemaal onder. Wow.
mijn baard dan. Echt bizar. Ja, jij hebt dezelfde kleur baard als het zand, dus... Zo! Wow, yo, dat zie je wel echt ziek, hé. Dat is mooi, hè? Wow, yo. Nou, echt ziek. Dat gaat er niet uit, gewoon. Nee, dat wil ik ook zo houden. Ja, bij jouw baard zit er ook in, ja. Jouw haar zit wel smooth, hè? Ja, jouw haar zit wel nice, ja. Corvette, Corvette. TikTok geworden? Oh, dat moet je niet doen. Waarom doet hij dat nou? Dat weet ik ook niet. Waarom doe je dat nou? Hey, dat begreep ik niet helemaal. Ik ben ook even weg. Kijk dit dan. Oh my god. Huh? Hallo. Zonder foto's. Camera shy. Ja. Wow. Hey. 4 weken. Hallo. Hallo. Oh, so cute. Heel schattig. Yeah. It's the cutest dog I've ever seen. Wow, dit is echt normaal. Wow. Yeah, you can see yourself. Yeah, look. Wauw, zo schattig. Echt niet normaal. Wauw. Oké, okay, ik denk dat ik straks maar even in het zwembad spring. Goed idee? Oh, wel. Ja, ja, je wil even filmen. Mag ik het even laten zien? Nou, doe eens, duiken. Kijk, een kikje. Ja. Ja, hou jij hem boven je zo? Nee. Ja, ja. Jawel. Jawel, dat kan, dat kan die. Ja, ja. Ik dacht nou even, ik ging duiken. Die duik in ondiepe bal. Nee, dat klopt. Dat is niet slim, jongens. Maar nu één keer een flashback, maar nog één keer dat hij in de vlog komt. Dat is zo mooi, was. Zo. Flashback. Ja. Sorry. Sorry. Ik heb nog paniek dat je vast met me mee. Thijsie. Oh. Hey. Rustig meisje. Je hebt er weer eruit. Kom maar, je was sokken gevecht. Wow. Hey. Oh, jullie gaan elkaar pijn doen. Oh. Oh, jullie gaan elkaar pijn doen, gek. Finish him. Ik doe het even. Bro! Oh, ik denk dat je die plek op mijn rug, joh. Kijk hoe lang die sokken in. Even kijken, hoor. Zo, ja. Dat is een flinke slag. Een flinke sok. Zo. Ja, dat was een flinke sok. Nu jij op je rug? Ach, nee, joh. Nee, wacht even. Wacht. Voor de mensen. Nee, joh. Dus ah! Wat doen jullie elkaar aan? Welkom to Jackass. Hey, nu wil ik ook even de schuif. Ik vind het niet grappig. Spannend moment, jongens. We gaan het eindresultaat bekijken. Even kijken hoe de haartransplantatie is. Before en after. Okay. Jezus, die komt er wel. Je ziet niks. Nee, ja, die kan beter. Nee, die zie je wel. Pas op. Ik kan niks meer. Oh ja, we gingen even. We gingen even zwemmen, zoals vroeger. Met kleren aan. Best wel prettig, toch? Als zwemmen. Oh, dat is echt raar. Zo. Ja, het is heel veel. Begonnen met sokken in het water. Ja. Oh, dat was hem, hè? Dat was hem, denk ik. We hebben een quadtour gedaan. Echt serieus genoten. We hebben nu heel eventjes de tijd om onszelf een beetje schoon te maken. Dat is apart. We hebben gewoon drijven dit allemaal. Hoezo al onze kleren in zwemmen, sorry. Maar dit is wel sowieso nice. Dat raad ik jou ook aan, hoor. Met je kleren in het water te gaan. Anders moet je het in je koffer meenemen en is het allemaal stoffig en zo. Kan beter nu en als je het ophangt is het morgen droog. Maar dat zegt papa Enzo. Dat moet je zelf weten. Daar. Maar het is wel zo dat we hebben quad gereden. En we hebben nu heel eventjes de tijd om te kleden. En dan gaan we uit eten. Volgens mij echt op een hele gave plek. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Toch? Nog één keer even het eindresultaat. Is het erger geworden? Valt mee. Ah, het is ongeveer hetzelfde als ik, denk ik. Nee, dat van Thijs wel. Bij mij is die heftig, hè? Ja. Dan maak ik nog een keer. Nee, Oké, doei. 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 Hier is het winkeltje. En kijk deze kat weer eens even lekker chillen. Hey, kijk dan. Hey. Hallo. Wow, deze ligt er zo fijn bij. Maakt ook allemaal niks uit. Oké, goed. We hebben ons omgekleed
Even lekker gedoucht trouwens. Los van het zwembad ook nog even gedoucht. Wattenstaafjes in mijn oor gedaan. En zo, er kwam een partijtje zand en stofferheid uit. Dat was niet normaal. We gaan avondeten hier ergens bij het hotel. Maar waar precies, moeten we even achter zien te komen. En ik heb ook wel goede trekken, kan ik je vertellen. Het is 8 uur in de avond. En ik ben... ik zie ze daar tussen de palmbomen door. Daarachter lopen ze. Oh, dit blijft gewoon een mooi plekje hoor. Van het Aquila Resort hier. Echt mooi. Wauw. Kijk die zonsondergang, dames en heren. Heel erg nice. Ook gewoon met die palmbomen erbij. Kijk dan. Oef. Wat een plek, dames en heren. Niet te geloven. Wauw. Als het goed is, gaan we hier lekker eten hier. Maar er is wel iets van een bruiloft gaande of zo. Dus daar moeten we ons niet in mixen. Dus misschien is het daar toch niet. Maar hier ergens gaan we eten. Check dit, dames en heren. Die man daarachter... Die is gewoon live aan het spelen hier. Ik vind het echt knap. We hebben net eventjes eten gepakt. Ziet er echt super goed uit. Ik heb eigenlijk alleen maar vlees, vlees, vlees. Muziek is wel hard trouwens, maar vlees, vlees, vlees. En tzatziki. Oh. Nou, alle kinderen zijn aan het dansen. En wij maar lekker eten hier. Hey, hey, hey. Dames en heren, we gaan nu naar het amfitheater. Nadat we dus hebben genoten van dat prachtige optreden van die man. Het is echt serieus een talent. Ongelooflijk. Hoe die aan het pingelen was zo. Oh, zo fijn. Echt heel nice. Komt hij gewoon even elke keer bij een ander tafeltje, kwam die even zo. Dat was heel fijn, heel nice. Maar nu bij het amfitheater. Ik heb geen idee. Ze gaan iets van een optreden doen. Dus we gaan het zien. Ik ook niet, als je het niet erg vindt. Holy moly. Die nou wel, hè? Zo mooi. Dit is zo fijn. Hij dacht, ik word verwend door die dame. Nice!
Ik ga stuk, jongen. Oh, hij moet zitten. Dit is echt... Dit is echt zo mooi. Let's go. Oh, oh, oh. Noël zit in de stoel, dames en heren. Kijk hem, kijk hem. Hoi, joh. Noël hangt daar. Oh, dit is te mooi. Kan niet meer. Wat doen ze met Noël? Hoi, joh. Kijk, Noël zit daar gewoon in. Oh, ik heb hoofdpijn van het lachen. Wat doen ze met Noël? Het blijft veel te lang doorgaan. Lekker, bro. Lekker nog wel. Stop, hè. Zo groot. Zootje. Hoe vond je het, bro? Het is misselijk. Ze waren gewoon weg, hè. Ja, ze zeiden, are you okay? Zie je hem? Hey. Oh joh, die is echt mooi, ja. Wow, kijk hoe die eruit ziet. Wow, gekkootje. Wat, die is gek, joh. Oh, echt ziek, hè. Hij blijft ook zitten. Oké, dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. We hebben nog genoten van het optreden. Echt super knap wat die dames konden met de hula hoop en met die gordijnen. Echt super bizar, echt respect. Niet normaal. We gaan nu lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. We gaan vroeg opstaan. We gaan echt iets heel erg tofs doen. Hopelijk ben je er dan bij. Vergeet niet om 4 uur dan te kijken. Check even het linkje in de beschrijving. Mocht je op de vakantie willen, hier net als wij. Check even de website, check de kortingscode. En dan zie ik jullie heel graag bij een gloednieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!